Binnen een jaar zijn Harry van der Kruis en zijn broer Kees twee bekende Oostenrijkse motorcoureurs uit de jaren 60 en 70 overleden. Zij reden met de andere coryfeeën uit die tijd als Jack Middelburg, Boet van Dulmen en Piet van der Wal. Deze en andere films werden door Harry van der Kruis beschikbaar gesteld aan Beeldbank Oostenrijk. Als hommage aan Harry en Kees van der Kruis zenden wij onder andere de motorrace uit op de Locht uit 1971. Harry rijdt met nummer 29 en Kees met nummer 10.